Ja, inderdaad. We hebben vandaag het engagement aangegaan, we hebben het document ondertekend om mee onze schouders te zetten om binnen de Vlaamse regering de klimaatdoelstellingen te behalen. We denken dat dat heel belangrijk is. Je zou kunnen zeggen, ja, als zorgsector, dat is toch jullie business niet, dat is toch jullie missie niet. Inderdaad, onze missie is om patiënten te behandelen, cliënten te ondersteunen, bewoners. Maar als we wat nadenken, dan willen we ook ondernemen op een duurzame manier. We willen ook in een samenleving helpen om op een toekomstgerichte manier te functioneren. En dat betekent voor gezondheidszorg iets heel concreet. Want wij weten uit onderzoek en ook uit onze eigen ervaring dat veel van de aandoeningen die mensen hebben, dat die ook met milieufactoren te maken hebben. Dus een extra motivatie voor onze zorgsector om daar ook echt iets aan de oorzaak te doen. De methodiek die gehanteerd wordt is eigenlijk een heel realistische methodiek en dat, ja, dat vinden we eigenlijk wel goed. Men gaat starten met een diagnose. De gebouwen zullen gescreend worden over mogelijkheden naar isolatie, naar beter gebruik van energetische middelen. En anderzijds gaan we onderscheid maken tussen initiatieven en investeringen die zich terugverdienen op 5 jaar, en daar gaan we heel snel kunnen vooruit gaan. En anderzijds initiatieven en investeringen die wat langere terugbetalingstermijnen hebben, en daar gaan we ondersteuning krijgen, financieel ook, van de Vlaamse regering. Dus dat heeft ons nogal aangesproken en vandaar dat we ook echt een sensibiliseringscampagne gaan voorhouden en dat we onze voorzieningen, want tussen haakjes, er zijn meer dan 6600 gebouwen waarin zorg en welzijn functioneren in deze Vlaamse overheids- en regering en maatschappij. Ja, daar gaan we nu voluit inzetten om sensibiliseren.